De BTW is een wet. Veranderingen daarin kunnen niet alleen besproken worden met de regering, zei president Chandrika Prasad Santokhi in een statement voor zijn vertrek gisteren naar Saoedi-Arabië om deel te nemen aan een CARICOM-top. Hiermee reageert de president op de eis van de protesterende bonden om de BTW terug te draaien. Het staatshoofd geeft aan dat de BTW daarnaast een mechanisme is ter stabilisatie van de economie, wat een eis is geweest van de IMF. Dus je moet ook met IMF praten. En zo hebben we overleg verbreed naar de Nationale Assemblée. Zo hebben we overleg verbreed ook naar IMF. En iedereen zegt, inclusief IMF, ja, het is tijd om te evalueren, om na te gaan welke goederen vrijgesteld moeten worden, welke niet, welke kunnen erbij komen. En daarvoor moeten we ruimte krijgen. Als we eenmaal dat pakket hebben, dan brengen we het parlement om daarover te praten. De president begrijpt de acties vanwege de BTW, alleen wenst hij dat de demonstraties ordelijk verlopen. In gesprekken met de vakbonden hebben zij volgens het staatshoofd aangegeven dat door de BTW de samenleving meer moet neertellen en dat niet draaglijk is. De president zegt alle begrip daarvoor te hebben. Ik wil ook meer geven, maar ik kan dat alleen geven wat ik heb. Wat ik niet heb, daar kan ik Belastingdienst vragen. Ga harder werken, ga meer inkomsten halen. Het kan ook gebeuren, die opdracht is gegeven. En ze gaan incentives krijgen. Ja, ga meer halen uit de grootsector. Dat staatsbesluit is goedgekeurd. De budgetten zijn vrijgemaakt nu. Ga halen uit de grootsector. Kan ik meer geven? Die grondconversie is er. Ga converteren. Laat er inkomsten komen. Kan ik meer geven aan de samenleving? Hier hebben we goed geluisterd en zij vragen namelijk dat één, je die belastingschijven zal moeten aanpassen. Dat was al eerder gevraagd en daarvoor hebben we al overeenstemming bereikt. Tweede is namelijk dat je de BTW op bepaalde goederen moet aanhouden of de uitvoering moet opschorten. Zoals elektra, gas, water, brandstof. De president zegt dat niet moet worden vergeten dat de staat inkomsten genereert uit de BTW, waarmee onder andere salarissen worden betaald. Ook brengt het staatshoofd in herinnering dat de BTW in de plaats is gekomen van omzetbelasting.